Helaas moest het eerst nog even grondig zo worden gemaakt. En dat is nog een aardige klus. I wanna wake up to the heat of the sun. I wanna feel it right inside me. Oh yeah. Oké, de container is helemaal schoongemaakt. Hij blinkt weer, maar nu is het tijd om de vieze plekken nog een beetje weg te werken. Is helemaal schoongemaakt en de vlekken zijn weggewerkt. Nu is het tijd om de container te pimpen. Er zijn al wat vrijwilligers begonnen. Laten we snel kijken. Er is al een hele mooie tekening ontstaan. Deze container die staat bij ons op het terrein. Het kampterrein is Sint-Walrik aan een heel groot wandelpad naar een mooi bosgebied. Er lopen heel veel mensen langs, maar ook voor onze kinderen is het natuurlijk super tof om dit te zien staan.